Oh my gosh, Vincent, Vincent. Laura, Laura, oh nee. Oké, dit is niet goed, dit is niet goed. Rustig aan, man, het is maar een schrammetje. Een schrammetje. Ja. In vier gesplitste boot. Noem jij een schrammetje? Rustig, ik maak maar een grapje. Grapje. Maar, springen met water. Echt een beetje onhandig over dat ijs hoor. Oh, ik ga ook al bijna uit. Ja. Wat moeten we nu? Ik bedoel, mijn vader had deze boot geregeld. Nou. Jij zo nodig op reis wilde. Ik weet niet waarom je mij had meegesleept. Mijn vader hoeft alleen maar de boot te regelen, niet extra personeel voor jou. Sorry hoor, maar we kunnen maar beter dan maar gaan gewoon het eiland onderzoeken. Pak de spullen uit de chest. Ja, ik heb hier nog wat hout en we hebben nog wat bijlen en wat houweden. Steenhouweden trouwens, niet van de smid. Weet je wat, anders geef ik jou wel hier een bel. Heb je een houweel? Dank je. Ja, hier heb je een wat eten, wat we eigenlijk moeten bakken, maar oké. Okay. Ja, op zich, als ik ga sowieso anders wel hout hakken. Nou, op zich, als ik jij neem nou... de craft, ik neem de crafting table en de chest mee. Dat is misschien wel handig. Ja, oh. Ruit. Springt ook gewoon zo in het water. Oh, het is ijskoud, man. Nou. Wat zei je? Ja, is... laat maar. Maar ik ga sowieso wel wat hout hakken. Nou, op zich, als ik die andere bel mag, dan neem jij gewoon. Zo. Heb je een zwaard? Nee, dat nou, niet. Jij deze ermee, want een bel dat is ook nog best wel goed om mee te vechten. Ja, ik zie overal weer van die monstertjes, weet wel, zeg maar van de orks, weet je wel. Die hebben altijd van die monsters bij zich. Nou, hier zijn ze ook. Maar wees voorzichtig, ik zou zeggen, ergens in de berg of zo zou ik het doen. Ik weet niet, jij weet het beter. Succes ermee, hè? Ik ga anders gewoon het bos doorzoeken. Is goed, yo. Nou, waarom had ze hem ook meegesleept? Tjonge jonge. Dan moeten we even hier wat hout hebben. Want we moeten heel snel schuilplaats maken. Want het is nu nog daglicht en dat wil ik even gebruiken. Even kijken. Zo. Ik heb bijna genoeg hout. Maar we moeten eigenlijk ook wel wat steen gebruiken voor. Oh, wacht, misschien kunnen we de mas gebruiken. Ja, natuurlijk. Hier, ik kan ook wel wat dingetjes bedenken. Oké, zo. Dan nemen we gewoon de mas mee. Hopen dat er niks in het water valt, want anders moet ik in het ijskoude water. Maar gelukkig. Oké, we hebben genoeg voor een bed. Oh nee, ik wil geen bed delen, dus ik moet maar snel schapen vinden. Schaapje. Oh, daar zijn. Sorry schaap, maar we hebben twee bedden nodig, want ik wil... rot water. Ik wil niet Nora in één bed. Of ze kijk. Ja, oké, nu nog een schaap. Zoiets echt glad, joh. Ik ga straks nog uit. Oké, we hebben bijna genoeg. We hebben nog één schaap nodig. Waar is een schaap? Oh, maar schaapjes. Oh, hierheen. Ops, oké. Oké, nu hebben we genoeg voor twee bedden. Dan nemen we wel wat hout erbij. Zo. We moeten ook denken aan voedsel, want... Ja, op zich, dit kunnen we wel braden, maar dan moeten ze wel wat vinden. Of moeten houtskool maken. Volgens mij kan dat nog wel. Wat je allemaal nog weet, als gewoon een standaard wachter in een dorp. Misschien te vaak bij de smid gekeken. We kunnen wel nog meer schapen, maar die kunnen beter opslaan, straks in hekken. Hoe moeten we verder? Want we kunnen niet voor eeuwig hier blijven. Misschien zal ze weer een gek idee hebben. Ik hoop dat ze zo nog wel even anders komt naar de boot. Nou, of ik moet even zoeken. Want volgens mij heb ik wel inmiddels genoeg hout. Nu hoop ik dat zij straks genoeg steen heeft. Oh, groen monster.
Die ga ik vermijden. Waar is ze? Ze ging ergens deze kant op. Waar is ze? Oh. Monster. Ja, ik heb hem. Waar is Nora? Ze is niet... Ik zei nog naar de bergen, maar ik weet niet of ze daarheen ging, want ze zijn op bos. Moet ik helemaal diep in het bos? Kom ze nog meer van die monsters tegen, alleen om Nora te vinden. Hier heb je het al. Ah, verrot het vlees eten. Waar is ze gebleven? Oh jee, ik ben er kwaad. Niet goed, Oh, Nora! Nora? Oh, hoi! Hey, ja, ik heb alvast het hout, dus ik ga de schuilplaats maken. Hé, kijk wat ik heb gevonden! IJzer? Ja, maar ik heb trouwens nog voordat ik ging mijnen, heb ik het bos onderzocht en ik heb koeien en schapen en varkens gevonden. Ik heb de koeien wel gevangen genomen en de schapen ook, alleen ik heb de varkens maar laten zitten. Ja. Oh, ik zie het hier. Hier, kijk. Ja. En daar, en als het goed is, hier zit een schaap. Ik stel voor dat we dan ons schuilplaats wel dichtbij maken hier, hoor. Dus en ik had ergens nog een schaap, maar die ben ik kwijt. Waar ben je? Bij een ijsrivier. Of ja, bevroren. Ja, hier zo, achter je. Oh, ik denk al, ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Maar het enige is, ik weet niet waar ik die andere schaap heb gedaan. Nou, op zich zijn heel veel koeien en schapen, dus dat zal toch niet echt ontbreken. Dus nou ja, ik heb liever gewoon voor de zekerheid dat we een schaap ergens vast hebben. Ik zag er net hier nog heel veel schapen. Alleen... Ja, ik zal anders hier wel een schaalplaats maken. Oh ja, ik heb hier een andere schaap, anders die vang ik die dan wel hier even. Blijf stilstaan. Oké, dan zorg ik ervoor dat wij hier een schaalpas hebben. En die zal ik even maken. Zo, de bomen vallen heel snel om. Oké, ik heb hier een schaap gevangen. Dus we hebben voor de zekerheid. Want ik vermoord even die andere koeien voor eten. En ik weet niet wat we met die varkens gaan doen. Aangezien hun alleen maar wortelen eten. Ja, we hebben geen wortels hier, hoor. Ja, dan moeten we dan zoeken, hè. Ik heb trouwens twee sugarcane gevonden. Maar hey, daar zorg ik voor de schuilplaats en dan zie ik je zo alweer Ik ga de eieren hakken. Hey, maar even voor de duidelijkheid, ik ga hem hier al maken. Oké? Okay? Ja, is goed. Ik kom dan wel terug. Ik onthoud wel de weg. Is goed. Oké. Moeten we even een vloertje maken. Had ik nog maar een schep... Oh, wacht, die heb ik. Ik denk al, er zit dan ergens in mijn broekzak. Zo. Oké. Hier wat... Hoe groot zal ik hem maken? Even kijken, 1, 2, 3... Ja, op zich 5 is genoeg. Nou, toch niet. 5 is niet genoeg. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Wacht, het is 6. Laat ik maar eens van de vloer aanleggen. Zo. Oké, hoe zal ik het huis neerzetten? Want we moeten hier een tijdje zitten. En even kijken. Waarschijnlijk komen er nog heel veel landen misschien langs. Ik bedoel, het is wel een groot landschap. Er zal toch wel iemand hier gaan zitten. Dat zal wel moeten, ja. Oké, 4 en 5. Dan 7. Zo, oké, de vloer is gelegd. Nu moet ik nog even kijken, hoe ga ik dit aanpakken? Hmm.
weet niet hoe ik dit ga aanpakken. Zo. En hier ook. Ik hoop dat ze straks wel genoeg steen heeft voor een oven. Maar dat zullen we wel zien. Oké, voorlopig dan een houten muur. Even kijken. Ja. Ik heb genoeg hout voor een deur. Dus dan moet ik dat ook zo regelen. Zo. Ze zal toch wel zijn pleit zijn met überhaupt een schuilplaats. Nou, wel, zij is wel de expert, dus misschien dat ze het afkaart. Ik weet het niet. Even kijken. Hier nog extra houten planken. We moeten wel zorgen dat we het tijd af hebben, want het wordt al. Oh jee, het wordt al nacht, het wordt al nacht. Snel afmaken. Zo. Ik moet ladders maar. Oké, ladders. Hoe maak je die ook alweer? Ja, zo. Ze dus moet al op tijd terugkomen, want het wordt al donker, joh. Blijf ze toch? Zo kan zoeken. Nou, ze komt vast vanzelf. Als iemand het makkelijk overleeft hier in Saint wel. Dus ik wil me niet zorgen maken. Waarom maak ik me überhaupt om haar zorgen? Ach, kom op. Zo. Oh jee, een beest. Stom rotbeest. Ah, ik moet snel zorgen dat ze niet naar binnen kunnen komen. Zo. Zo donker. Alleen maar als Nora. Ik kan het hier niet in mijn eentje afbrengen. Gezien er nu al monsters komen, denk ik dat het beter is als ze zo komt. Maar ik maak eigenlijk een klein beetje zorgen. Niet altijd wil zorgen. Ik bedoel, het is Nora. Maar alsnog. Ik zou niet willen dat hij het zo komt. Dan moeten we zo'n dak erop zetten. Hebben we nog hout? Hebben we zeker nog hout. We moeten even hier het nog regelen. Vincent! Ja? Waar ben je? Oh, hey! Ik heb een cave gevonden toen ik aan het mijnen was. Oh, nice. Alleen, ik wou er eerst ingaan, maar toen dacht ik, ik kan beter op jou wachten. Want ik dan anders ga je zeuren dat ik gevaarlijk doe en zo, maar oké. Ja, goed. Ik heb aardig veel cobblestone, coal en iron. Oh, daar hebben we genoeg voor in ieder geval een oven. Kijk hoeveel iron ik had gevonden. Oh, dat is op zich best veel. Anders maken we die hier wel. Zo. Even kijken. Dan zal ik hier wel een oven plaatsen. Ik had. Even kijken. Even hier zo, er zit hier een raar monster. Er komt een zombie naar je toe. Oh, een zombie? Ja. Okay, hier, kijk uit, achter je. Oh. Ik zie hem. Oké, jij hebt hem. Mooi. Ja. Ik moet wel zorgen dat de oven af is. Alleen ik wil het wel goed doen. Ik hoor nog een zon. Oh, daar is die monster. Uitkijken, hè? Ja. Lukt me vast wel. Maak je maar geen zorgen. Maar dat doe ik niet, maar. Ja. Ik ga even kijken of ik zand kan vinden. En dan kunnen we misschien, als we genoeg hit hebben, een glas ervan maken. Ja. Hoe moet ik dit aanpakken? Zo.
Even kijken. Zo, hebben we in ieder geval de oven. Ik moet wel veilig naar beneden gaan. Zo. We stoppen. Heb je. Noah? Is ze? Noah? Oh, hey. Heb je misschien voedsel wat je hierin kan doen? Ja. Want ik heb echt heel erg honger, dus. Eigenlijk is het wel handig als we dat eerst verhalen. Anders dan ga ik nog wel even op zoek naar monsters. Of dieren. Ja, monsters, dat hoef ik niet, Nora. Ja. Ik zie hier nog wel wat veel koeien. Ik pak die wel. Is goed. Dan ga ik even hier het huis afmaken. Het begint eigenlijk wel aardig goed te lijken. Op een goed huis. Zo. Dan hoeven we alleen nog maar een dakje erop. En dan gaan we dat even regelen. Even kijken. Zo, hebben we genoeg hout. Zo. En we moeten natuurlijk ook zorgen dat we veilig zijn hier binnen. Oké. Hier zorgen dat ze niet naar binnen kunnen komen. Precies genoeg. Ja. Oké. Dan moeten we alleen nog maar een dakje maken. En dat zal hiermee redelijk voldoen. Zo. Oké, aan de slag. Ik ben terug thuis. Oh, is goed. Ik ga zorgen dat wij een mooi dak hebben hierop. Zodat we veilig staan voor regen. Ik heb een cadeautje voor je. Een cadeautje? Het is niet eens mijn verjaardag. Kijk, achter je. Of, alsjeblieft. Ik heb er zelf ook een. Oh, dankjewel, want het begon al een beetje koud te krijgen. Alsjeblieft. Ik bedoel... Ja, de uitrusting die ik heb... Oh ja, en eten, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Maar de uitrusting die ik heb is eigenlijk alleen maar puur voor bescherming. Maar niet echt voor warmte. Oh, hartstikke bedankt. Wat smakelijk. Alsjeblieft. Oké, ik ben bezig met het dak. En het begint er een aardig uit te zien hier, hoor. Eigenlijk zou ik hier wel een paar dagen kunnen blijven, makkelijk. Want... Mag ik het ijzer hebben? Ik ga kijken of ik het misschien kan smelten. Ja, is goed. Succes mee. Hopelijk lukt het me. Vast wel. We moeten wel zo barricades hier om het huis doen. Ja, misschien ook wat licht. Heb je misschien twee houtblokjes voor me? Jazeker. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan ga ik het gebouw afmaken. Zo. Dan zal ik even naar buiten gaan en ik hoor mijn geluiden. Wat voor geluiden? Nou, niet zulke leuke geluiden. Nou, alleen maar een avontuur voor jou, hè? Bijvoorbeeld een schip stranden, ja. Wat kan je nou nog meer doen? Ik heb wat licht rond het huis geplaatst. Nou, top. Misschien wat binnen. Het dak is bijna af. Zo. Hopen dat de schoorsteen hier ook niet in de weg zit. Nee, de schoorsteen zit niet in de weg. Maar ik ga wel zo wat extra hout hakken, want ik ben bang dat we niet genoeg hebben. Het is bijna dag. We hebben eigenlijk gewoon helemaal niet geslapen. Ja, ik ben ook helemaal moe, joh. Ik heb wel genoeg wol verzameld voor bedden. Dus dat zit wel goed. Zo. Ho. Nou, ik moet wel zeggen, het is wel mooi hier, hoor. Ja. Het is een hele mooie omgeving. Ik vond het ook al toen ik dat bevroren pontje vond. Ja, en hoe vond je ook de bevroren boot in het bevroren water? Ja, vond ik ook wel, ja.
ik weet niet. Mooi landschap vind ik het wel. Oké, ik ga proberen het ijzer. Kijken of het me lukt. Zo. Kijk, en dan hebben we hier dit. Ik ben niet echt een expert in dingen smelten en zo. Dus hier heb je nog wel eten. Nou, ik heb echt heel veel eten eigenlijk nu. Ik heb nog wat rauw vlees. Dus dat kan er straks doorgaan. Ja, na het ijzer. Oh my... Oh, wauw, het is gelukt. Heb je ijzer? Ja, kijk. Oh, het is ook echt aan het smelten. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat het vanwege de kou hier, oh. Dat het vuur niet genoeg warmte had hier. Ja. Oké, dan moet ik ervoor zorgen dat het echt het dak afkomt. Want anders hebben we... Wanneer het regent of sneeuwt of zo, dan hebben wij er last van. Maar dat gaat wel goed komen. Ja. Heb je nog dingen gezien? Bijzondere dingen? Ja, die cave waar ik was, was echt super groot. Okay. En ik zie nu opeens daar, kijk. Ik denk dat we daar beter morgen heen kunnen gaan. Laura. Oké. Jeetje. We zijn pas net hier. We weten nog heel weinig van wat hier is, wie hier zijn. Straks zijn hier overal orks of zo in die Oké, kijk boven je. Oh jee. Lukt het? Ja. Volgens mij heb je die torch opgepakt. Die ik brak. Oh ja, die heb ik. Ja, want ik wil ze hier zo hebben op de... Ja. Zo. Dat zit goed. Nou, we zitten hier veilig, we hebben het warm. Trouwens, die monsters die laten echt die geven echt hele rare dingen wanneer je ze doodmaakt. Ja, ik heb hier ook volgens mij een oogbal. Ja. Echt jakkes. Ik weet niet wat we daarmee moeten, maar misschien iets voor een soepje of zo. Ik heb geen idee. Ik zag wel paddenstoelen. Misschien kan ik daar wel eten van maken. Ja, dat zou zeker handig zijn. Ik zal kijken of ik ze terug kan vinden. Is goed. Zonder dat ik aangevallen word. Tja, je zou maar aangevallen worden nadat je gestrand bent. Ja. Oké, ik hoef nu alleen nog maar dat verdomme dak te doen. Even kijken, heb ik al genoeg? Oeh, misschien niet. Zo. Ik hoop echt dat ik genoeg heb, alsjeblieft. Zo. Komt het een beetje goed uit? Ja, misschien wel, misschien niet. Het was net op het nippertje. Het is gebeurd. Nou ja, een beetje te veel monsters. Ik weet niet, echt niet wat we hier moeten hoor, want het is wel gevaarlijk. Er zitten overal monsters. Hier zitten echt sowieso de orks achter. Dus als zij hier zijn, die monsters, dan zijn de orks waarschijnlijk ook in de buurt. Ja, ik weet niet. Ik hoop dat we niet te dicht bij hun stad zitten. Of waar hun wonen. Het schijnt toch dat een bepaalde Viking-stam, gebied, land, daar echt letterlijk vlak tegenaan zit. Of heel erg dicht bij de buurt. Dus... Ik ga even ietsje verder even kijken. Ik heb nog meer koeien gevonden. Meer mushrooms. Maar niet echt bepaald veel dingen. Ja, ik kom wel weer terug. Voordat ik verdwaald raak. Zou niet goed zijn. Ik kan die bellen maken. Dus daar zal zo blij mee zijn. Even kijken. Zo, bed 1. Dan zullen we nog misschien een tapijtje leggen. Oké, boven de slaapkamer. Even kijken. Hier ga ik wel hier op. Wat hebben we nog? Je wilt echt niet weten wat ik er net zag. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Oh, ik zag een zombie. Ik zag een zombie helemaal met gouden armor. Goud? Ja. Oh, dat is zeldzaam. Waar is hij? Ik heb hem doodgemaakt. Hij was echt heel erg sterk. Ja, je hebt het zeker kapot geslagen, dat goud. Ja. Dat is heel ik heb trouwens de mushrooms gevonden hier. Kijk. Even kijken. Oh ja, dan kan je een soepje maken. Maar is het eigenlijk nu aan te denken? Ik ga namelijk even kijken wat meubels neerzetten. Alleen het begint echt een beetje
een lange dag te worden, hoor. Ja, ik denk dat we misschien straks even gewoon even rusten. Misschien een klein beetje slapen. Ja, klopt. Ik heb hier... Wat, oh ja, je hebt hierboven heb je bedden gezet. Mm-hmm. Waar wil je, want de chesten, ik weet niet, misschien moeten de chesten, ja, de chesten kunnen in principe hier wel. Waar kan de crafting, ja, hier zo misschien? Dat kan. Het aan gaat al goed. Ik heb al hier zo in deze chest. Ik ga ze even eigenlijk trouwens even in het water doen, zodat ze wat afkoelen. Is goed. Even kijken, moet ik nog zo. Oh, ik heb nog genoeg. Zo, meubels zijn klaar. Oh my god, wat is dit? Kom hier. Bij het, hier, zie je mij? Achter je. Huis van Nora. Mocht iemand ons zien, dan weet hij in ieder geval dat wij hier zijn. Je moet echt dit zien. Kijk wat hierin zit. Ik zou echt voorzichtig zijn. Ik weet niet. Kijk. Oh jee, dat is een heks. Bij een schaap, want die schaap hebben we nodig. Ik zeg het, ik hak hem met de bel. Jij met de zwaard. Oh nee, mijn zwaard is kapot gegaan. Oh, het is ons gelukt. En ze heeft ook van die ogen. Het is echt, ik vertrouw die ogen niet hoor, ik ga ze weggooien. Als zij ze ook bij heeft, die heks, dan ga ik ze zeker niet bij me houden. Ik zeg dat wij even gaan rusten. Ja, ik in ieder geval sowieso. Want ik ben echt verdomde moe. Maar ik heb het een beetje ingericht. Ja, het ziet er leuk uit. Inderdaad. Anders zou jij beneden wachten, ga ik even slapen. En dan wisselen we wel om. Ik heb aangezien al wat eieren. Maar oké. Ik ga inderdaad de wacht houden. Ja, trusten. Trusten.